Het hoofdgerecht dat we gekozen hebben, dat is een klassieker. Hè. Ik denk dat er op veel plaatsen zo'n gevulde kalkoen klaargemaakt wordt. Ik heb ook liever chapon, dus de kapoen in de plaats van de kalkoen. En we gaan ze ook zelf opvullen. Ik wil laten zien ook dat gemakkelijk is, dat dat niet moeilijk is en dat dat veel beter is. Wat gaan we erbij serveren? Ongelooflijk lekker volle grondwitloof. Een lekker aardappeltje. Een goed roomsausje. Dat zal ons feestelijk hoofdgerecht zijn. De groenten die we vandaag gaan serveren eigenlijk, ja, dat is zo een juweel van onze aarde. Dat is het witloof, het volle grondwitloof. Bij een beenhouwer bestellen 300 gram mager varkenvlees, 300 gram spek, vers vetspek en 300 gram varkensvet. En dan moet je vragen aan een beenhouwer of dat hem dat allemaal voor u maalt. Ik zal dat laten zien. Voilà. Dat is dit. Dat gaan we al in onze kom doen. Voor een fars, daar zit altijd iets van lever in. Nu hebben we gekozen voor eigenlijk kippenlevers. 200 gram kippenlevers. Helemaal zuiver gemaakt. Alleen mag dat er niet rauw in. Die moeten we even opbakken. Ik heb ook een echalotje nodig. Dat gaan we wel fijn moeten snijden. Want dat gaan we wel blijven zien in onze fars. En dan gaan we dat maar snijden. Hè. Ik kies hier ook in deze geval voor echalotjes. Omdat dat iets straffer van smaak is. Hè. Voilà. Oké. In orde. Ons pan voorverwarmen. Beetje boter in doen. Boter mag goed bruinen. Die moet echt die foie even bakken. Alright, de moment. Echalotjes erin. We gaan dat wat kruiden, peper en zout. Nog eens een keer schudden. En nu gaan we dat een klein beetje blussen met wat cognac. Zo'n beetje zo, voilà. Dat gaat een goede smaak aan onze vers geven. Voilà, onze leverkjes zijn gebakken. Ik ga die even uit de pan halen, dat die wat afkoelen. Oh, dat ruikt al fantastisch, hè. Tussentijd dat dat staat af te koelen, ga ik hier twee eiken in doen. Beetje zout. En dan wat peper, hè. Klein beetje chapeluur, om dat wat luchtiger te maken eigenlijk. En twee soeplepels. Voilà. Voilà, dat staat ook al klaar. Geen ik er ook gaan in doen. Beuling, zwarte beuling. Voilà, ze. We gaan er het velletje af doen. We gaan dat gewoon in blokjes snijden. Dat het zo mooi in die vars verspreid zit. Zo teerlingetjes eigenlijk, hè. Voilà. Dat mag er ook al bij. En dan is nu de moment om deze erbij te doen. En daar is een beetje jus bij, maar dat kan echt niet kwaad. Dat mag er allemaal in. Voilà. En dan gaan we dat gewoon mengen. We moeten gewoon zorgen dat dat goed gemengd is, dat alles goed onder elkaar zit. Ons vars is klaar. Nu gaan we met hem zelf beginnen, met de chapon, met de kapoen. Ik heb gevraagd aan de polier van hem voor mij helemaal uit te benen. En we gaan die gewoon helemaal openleggen. Voilà, zo. We gaan hem eerst van binnen kruiden. Gewoon dat peper en zout. En een beetje zout. En dan gaan we gewoon ons vars daarin doen. Dat goed wat verspreiden. En dan gaan we die gewoon dichtplooien. Hè. En dan
gaan we deze dicht doen. En aan deze kant gaan we ook zo trekken. Oké, je ziet, die krijgt al terug de vorm. Hè? En dan moeten we die dicht naaien. Gewoon, we gaan hier van voor beginnen. Je pakt gewoon je naald. Je pakt gewoon dat vel. En voilà, je steekt dat erdoor. En we gaan beginnen met daar een dubbele knoop in te leggen. En zo gaan we gewoon heel dat beestje terug helemaal dicht naaien eigenlijk. Hè? Enorm plezant, hè. Zo, ja, je ziet, dat hoort ook bij de keuken, hè. Naad en snit. Maar dat vind ik zo tof van mijn beroep ook. De ene keer sta je met iemand te babbelen die volle grond witloof teelt. En de andere keer sta je dan, ja, een chapon op te binden met koor. Dat is zo, ja, dat is het mooie aan het beroep. En je moet dat ook allemaal eens zelf doen. Kan altijd nog eens van pas komen, hè. En dan gaan we die eens voorzichtig omdraaien, hè. En wat zien we? Dat er hier nog een gaatje in zit. Dus dat moeten we ook nog absoluut dicht naaien. Ik kan hem nog wel zijn beentjes zo terug samenbinden, dat hij schoon terug vorm heeft. Voilà. Helemaal klaar om gebakken te worden. Maar ik ga in de oven, als die in de oven steekt, ga ik er ook wat groentjes bij steken. En waarom ga ik dat doen? Omdat ik uiteindelijk ook een lekker saus wil maken. Groentjes. Worteltje, ajuin. Ik kan er ook een appeltje bij steken. Voilà. Die ajuin, die gaan we even schillen, hè. We moeten zorgen dat we die groenten in deze geval niet te fijn snijden. Dus grove stukken. In tweeën. Nog eens in tweeën en dan grove stukken. Een appel, we snijden die gewoon in tweeën. En dan die wortel ook in grote stukken. Hè. Dan gaan we eens kijken naar de oven. Hè. Ik heb die ovenschotel er al in gestoken, dan is die ook al wat warm. En dan gaan we onze chapon even kleuren. Dat gaan we gewoon in een grote pan doen. Even een goed vuur. Een goed klontje boter in doen. Hè. Dat mag je echt wel hebben hoor. En we gaan dat wel laten kleuren. We pakken dat voorzichtig vast. We moeten dat met liefde behandelen. Het is de bedoeling dat we dat even dicht schrooien eigenlijk. Dat ook dat vel en die sappen er allemaal echt in blijven. We gaan eens kijken, hè. Wat je gezicht wil, moeten dat bij mijn liefde doen, hè. Voilà, hè. Zo moet dat zijn. Voilà, nu langs deze kant. En dan is het moment om die in onze schaal te leggen, hè. Voilà, terwijl het hier rustig ontbakken is, ga ik onze ovenschaal al een klein beetje inboteren. We gaan er wel een beetje in blijven, oké. Voilà, hè. Gaan we die weer pakken. En hierin leggen. Die sappen eigenlijk gewoon hierover gieten. Overal onder, overal tussen. Voilà. En nu die groentjes gaan we er gewoon rond gooien. Voilà. Nu staat de oven op 180. Ik laat die 5 minuutjes zitten, omdat ik deze er ga insteken, dat die erg zakken van temperatuur. Maar één keer als dat terug is, gaan we die op 150 zetten. Dat dat langzaam, echt langzaam bakt. Tot binnen 1 uur en 50 minuten. Een ideaal feest is dat je het beste van jezelf moet geven. Dat is punt 1. En dan ook betaalbaar, ieder volgens zijn budget. Toch ook dat je er niet pijn moet verdoen. En dan vind ik ook zo van, ja, er toch wel echt bij horen. Even nadenken, op voorhand goed organiseren, op voorhand je dingen bestellen die je nodig hebt. En dan even over nadenken dat je het goed georganiseerd, dat het zeker geen spanning en geen stress. Het is feest, hè. We gaan aan onze groente beginnen, hè. Aan ons witloof. Ik wil dat witloof zo, ja, gewoon braseren. Dus wat hebben we daarvoor nodig? Een pot met een grote bodem. We gaan die goed inboteren. En voilà. En ook goede zijkantjes, hè. Oké,
Als Monique gezicht, helemaal klaar. Niks niet meer af van achter. Mooi, hè? Voilà, onze boter. Gesmolten, maar niet gekleurd. Dan gaan we dat witloof gewoon... 2, 4, 6, 8, 10. We hadden er maar relax 2, hè. Voilà. Terug op het vuur. Wat gaan we erbij doen? Klein beetje peper. Een beetje zout. En dan gaan we er een boterpapiertje op leggen. Omdat dat mooi die warmte zou houden. Dat dat zo echt zou stoven eigenlijk. Een dekseltje erop. Niks niet meer van aantrekken. Niet te evig vuur. Dat moet briseren. Briseren wil zin. Langzaamaan. Voilà. Voilà. En dan... Dat zijn onze verse kroketjes, hè. Voilà. Wat moeten we ervoor hebben? Bloem. Chapeluur, dat hebben we. Een paar rijkjes. Heel eieren. Een beetje peper. En een beetje zout ook. Dan gaan we dat gewoon loskloppen. Dat is oké. Dat is losgeklopt. Voor alle duidelijkheid. Aardappelkroketten, dat moeten een dak op voorhand maken. Aardappelen koken in grote stukken. Juist, niet te lang. Dode pasfiet, eigele erin, klein beetje boter, peperzout, muskaatnoot. Goed mengen en dan in een spuitzak spuiten of in zo'n milkroket zo, dat je dat op duwt. En dan gaan we dat nu paneren. En iets dat we paneren, dat wordt altijd eerst bebloemd. Hierin, schudden, erin. En dan gaan we er hier gewoon mee schudden. En dan pak ik die kroketjes. Ik wrijf zo nog eens. Zo. Zo. Voilà. En dan heb je super kroketjes, hè. Voilà. Zo moeten kroketjes paneren. En dan springen die nooit open in de frituur. Voilà. Onze kroketjes klaar. Die in de frigo zetten. Ik kan niet zien. Naar mijn chapon. Voilà. Kijk eens, jongens. Hoe schoon dat die bakt. Dat is fantastisch, hè. Zo, en hop, we gaan die weer schoon overal overgieten. Dat dat fel goed krokant is en goed sappig blijft. Dat zijn echt belangrijke handelingen. En nu ga ik daar zelfs nog iets bij doen terug. Uiteraard, daar zat karkas in, hè. Polier heeft dat uitgebeend. Ik heb dat aan hem gevraagd en gevraagd ook dat hij dat in klein stukken wou kappen. Doen dat er niet van het begin af aan in. Waarom? Omdat dat anders zou kunnen verbranden. Maar nu ga ik dat er al mee rondleggen. En waarom? Dat gaat natuurlijk een ongelooflijke smaak geven aan mijn saus. Hè. Terug de oven in. Nu gaan we naar onze chapon. Ik zal hem eens uit de oven alles. Hè. Ja, voilà, kijk eens jong. In mezelf. We gaan die even hierin leggen. In een ander schotel. Want van deze gaan we saus maken. Hè? Dat vet, dat hebben we echt niet nodig voor onze saus te maken. Voilà. Dan wat voorzichtig aan. Opletten, want dat is toch wel wat warm. We gaan gewoon die stukjes in dat potje doen. Ik weet, dat is altijd mensen soms moeilijk om een saus te maken. Hè? Van wat moet ik dan nu maken? Deze, dat is perfect. Dat kun je niet verbeteren. Dat staat op een goed vuur, hè. Hoort, dat is al goed ontbakken, hè. Dat kan geen kwaad, hè. Dat gaan we nu doen. We gaan dat blussen met cognac. Voilà, we gaan dat flamberen. Dan verdampt al die alcohol eruit. En we gaan dat blussen met goede, volle room. Voilà, hè. We gaan dan nog wat kruiden met peper en zout. Zout, niet te veel, want die saus die moet inkoken. Als die inkookt, gaat die een dikte krijgen. Dus inkoken betekent vocht, ermee niet te veel zout, anders zou het kunnen te zout zijn. We kunnen dat altijd nog naproeven.
Voilà. Oké. Okay. Witloof. Ons lakensje eraf. En dan gaan we daar eens in kijken. Hè. Ik ga het ook een beetje harder zetten terug. Want ik vind zo witloof, hè, dat mag zo'n beetje zo wat gekarameliseerd zijn. Zo klein beetje bruin. Zo. Voilà, kan dat eens. Wow, perfect. Voilà, alles is klaar. Hè. We gaan die even terug opzetten. Hè. Dan gaat dat net van dikte zijn. Wat gaan we nu doen? We gaan die vleugeltjes eraf snijden. We gaan die billetjes eraf halen. En nu ben ik zelf echt benieuwd, hè, hoe dat er van binnen uitziet. Dus normaal mag dat niet, maar ik kan dat nu gewoon los in twee snijden. Hè. Zo, hop. Jongens, kijk eens. Zo moet dat zijn. Hè. Ik ga mijn kroketjes al laten zakken. Hè. We gaan overal een stronkje witloof opleggen. Ik heb zo biedt weer iemand voor de bediening. Ik hoop dat de wijn al geschonken is. Hè, mannen. Ja, dat moet ik niet zeggen gewoonlijk. Hè. Tegen ons niet. Hè. En dan nog ons sausje. Hè. Come on, hè, mannen. Val aan. Hè. Ze zeggen altijd dat je kookt, heb je geen honger. Bullshit, hè? Super. Ik heb er zelf goesting in. Echt waar. Smakelijk.